Goedemorgen allemaal, welkom. Dank u voor de introductie, Werner. Het is inderdaad plezant, erg aangenaam om dit eens te kunnen doen. Het is de eerste keer dat we dat doen, dus dat is altijd een beetje een risico. Maar goed, ja, sommige dingen moeten de eerste keer gedaan worden, om er nadien dan een goede traditie van te maken. Dus laten we hopen dat het niet onmiddellijk de laatste keer is ook. Hey, iedereen welkom, jagers wel eens, als niet-jagers. Er is werk aan de winkel. Maar ja, als eerste presentatie moeten we misschien even kijken van waarover praten we. Jagen, wat houdt dat in vandaag of wat houdt dat nog in vandaag? Wat heeft het ingehouden? Wat kan het inhouden? En dan ga ik met het saaiste stuk van de dag beginnen. Artikel 2 uit het jachtdecreet. Hè? Jagen is de handeling waarbij het wild gedood of gevangen wordt. Als mede de handeling waarbij dat wild met dat doel opgespoord of achtervolgd wordt. Er staan een paar belangrijke woorden in. Het eerste en vooral voor degenen die minder met de jachtsector vertrouwd zijn, is het woord wild. Het gaat dus niet om zomaar om het even welke diersoort, maar het gaat alleen om die diersoorten die onder de wet, onder de categorie wild genoemd worden. En daarnaast doden of vangen, maar ook opsporen en achtervolgen. Dat wil zeggen dat hier nog wel, dat die wet wel wat langer is dan dat ene zinnetje. Dat is ook nodig. En die wet is zelfs vrij strikt. En dat is ook nodig. Want in het andere geval zou het perfect kunnen dat wanneer bijvoorbeeld Frederik Toelen hier straks aanwezig, straks bepaalde handelingen stelt en zich niet aan de regels houdt, hij zomaar een jachtmisdrijf aan zijn voeten wil of krijgt. En dat is het laatste wat die man zal willen. Dus jagen is niet evident, daar is een goed wettelijk kader rond. En dit is de basis, dus daar moet iedereen zich wel van bewust zijn. Het gaat niet over de beste soort die je tegenkomt ten velde. Er is een heel specifiek kader en daarover praten we. Wat doen we daar dan mee? Is dat zinvol? Wel, kijk, ik heb pakweg twee prentjes van internet geplukt die eigenlijk heel veel zeggen. Aan de linkse kant, de tekening, illustreert eigenlijk hoe gedurende duizenden jaren Indianen in Noord-Amerika geleefd hebben van bisonpopulaties, die voor hen heel belangrijk waren voor hun eigen overleving, maar dat gedaan hebben zonder die populatie ooit te kwetsen. En als je dan een paar honderd jaar later stel witte mannen met grote hoeden en geweren loslaat, dan zie je dat op minder dan 100 jaar die enorm grote populatie gedecimeerd is. Ja. Met andere woorden, je kan jagen doen zonder enige impact te hebben, of zelfs met de bedoeling van behoud, of je kan met jagen enorme reducties veroorzaken. Ja. Het ene kan heel zinvol zijn, het andere kan heel fout zijn. En ik denk dat dat een discussie is waar we vandaag nog steeds in staan. Ook al, ik weet dat Frank hier is vandaag en Frank echt wel probeert om heel zelfvoorzienend te zijn. Maar degenen die hier in België of in Vlaanderen vandaag in slagen om 100% zelfvoorzienend te zijn, ik denk dat we die op één hand kunnen tellen. Wat niet wil zeggen dat het niet nobel is om dat doel na te streven. Zeker ook in de huidige economische en landbouwsituatie, waarin toch nagedacht moet worden over een aantal dingen. Wat doen we dan wel vandaag? Wel, we kunnen jacht... Doeleinden, op zich zijn ze allemaal legitiem, denk ik. Maar we kunnen die heel verschillend katalyseren. Ik denk dat voor de grote groep bevolking, de meerderheid, het idee heeft dat jacht zich helemaal oriënteert op plezier en trofee. Ja? Dat het maatschappelijk beeld is wat we nog altijd zien. Maar we zien ook dat jacht een onderdeel kan zijn van land- en bosbouw, in verschillende situaties zelfs, hè, waarin zeg maar, voor een landeigenaar, of dat nu een overheid of een privaatpersoon is, een land een tweede keer kan opbrengen, naast de opbrengst van houtproductie of gewassenproductie. Dat gebied ook nog eens verpacht kan worden en via de jacht nog eens inkomsten verkregen kunnen worden. Dat kan zover gaan dat bepaalde biotopen ook aangelegd kunnen worden als we internationaal kijken met het doel op wildpopulaties. Daaraan gelinkt, maar ook losstaand, is de functie van jacht binnen landbouwschade natuurlijk, die wel goed bekend is. Als je langs de andere kant bekijkt, kan jacht zo ver gaan dat het betrokken wordt bij soortenbeheer, waarin jagers effectief gevraagd wordt om in te grijpen op bepaalde soorten die in overtal aanwezig zijn, of niet-Europese soorten die invasief kunnen worden. En als je het nog ruimer ziet, en dan wordt het wel moeilijk in een aantal gevallen, dan zie je dat jagers ingeschakeld kunnen worden in het kader van biotoopbeheer, waar het eigenlijk niet meer draait om het beestje waarop de jager gefocust is, maar waar het eigenlijk draait om het in stand houden van een algeheel biotoop, fauna zowel als flora, waarin bepaalde
schadelijke elementen gecontroleerd kunnen worden door iemand met een jachtverlof. Dus we kunnen daar heel veel verschillende kanten mee uit. In de realiteit zien we in Vlaanderen dat de grote meerderheid van de jagers zich ergens in het midden bevindt en probeert een aantal van die doelstellingen aan elkaar te rijmen, maar het daar ook niet altijd gemakkelijk mee heeft. Dus naast het doel moeten we misschien even kijken in welke context wordt er dan gejaagd. Ik heb hier een aantal prentjes op een lijn gezet die je met één of meerdere van de vorige doelstellingen kan associëren. Die in een bosgebied, die in een landgebied, die in een natuurgebied plaatsvinden, die met inheemse soorten of met uitheemse soorten, met jachtsoorten of met niet-jachtsoorten te maken kunnen hebben. Ja. En daar lopen we allemaal in rond. Langs de ene kant kan je zeggen, jagen heeft een economische context. En ik denk dat de geschiedenis meer die richting uitgaat. Als we kijken naar de originele jachtwet, daar zat heel veel economische context in. Vandaag nog altijd zien we dat jachtrecht in de eerste plaats gebaseerd is op individueel eigendomsrecht. De eerste jachtrechthouder is de eigenaar van het stuk grond. Dus je moet eigendomsrechten hebben of minstens huurrechten hebben om ergens te mogen jagen. Jagen gaat vaak gepaard met exploitatie. Dat wil zeggen, er mag opbrengst gecreëerd worden. Om die te kunnen creëren, is er vaak een investering nodig. Vanuit privaat gelden vaak. En jagen is ook vrij interventionistisch. Dat wil zeggen, wij permitteren ons en wij vinden dat wij ons mogen permitteren om in te grijpen in de omgeving. Het zij in de landbouwomgeving, het zij in de natuuromgeving, maar in de omgeving. Dat zijn een aantal basisprincipes. Aan het andere uiteinde zie je dat jagen ook een enorme ecologische context heeft, die alleen maar toeneemt. En dan zijn sommige begrippen iets anders gekaderd. Wanneer we aan ecologie denken, dan zien we dat er een heel groot gevoel van gemeenschappelijk belang is. De stelling, de natuur is van iedereen, zal iedereen wel bekend in de oren klinken. Of dat effectief ook zo is, is een ander paar mouwen. Maar het ecologisch gedachtegoed gaat toch veel meer uit van een gezamenlijk belang, eerder dan van een individueel eigendomsrecht. We zien ook wanneer we aan ecologie denken dat we niet zozeer aan exploitatie denken, maar eerder aan conservatie. We willen vooral houden wat er nog is en niet verder erop achteruit gaan. Daarvoor bestaat subsidiering, ook vanuit overheidswegen. Dus we gaan in tegenstelling tot wat onder economische context als investering vaak verwacht wordt, hier vaak met subsidiering gaan werken. En tenslotte, als we het over interventies hebben, dan hebben we in dat ecologisch kader, eigenlijk zien we daar heel terughoudend karakter. We gaan heel voorzichtig zijn, we gaan heel goed bestuderen en drie keer nadenken of we ook wel zouden ingrijpen, laat staan hoe we dan best ingrijpen. Je kan dat op flessen trekken en dan krijg je enorme tegenstellingen. En eigenlijk hebben we dat niet nodig, want de gemiddelde jager opnieuw zit daar in het midden tussen. Probeert een economisch verantwoord model uit te vinden om aan zijn vrouw te kunnen uitleggen dat dat toch niet te veel geld kost. Het gevoel dat heel veel mensen hier zullen kennen. Maar zijn anderzijds ook wel echt bezig met wat is schade. En dan niet alleen economische schade, maar ook ecologische schade. En de vraag van hoeveel impact mogen wij hebben, hoeveel impact moeten wij hebben op het ecologisch perspectief, die dringt zich altijd maar meer en meer op. Wat heel veel jagers vandaag achterlaat ergens in het midden. En met heel veel vraagtekens vooral van hoe ga ik daarmee om? Dan moeten we eens nadenken over van als we die vraag willen beantwoorden, is daar een deontologisch kader? Ja? En klassiek wil ik dit vermijden. Ja? Als je dat verkeerd doet, dan kom je heel snel aan een landbouwstelling tegen een natuurstelling en die leidt alleen maar tot extremen en polarisatie. Dus ik wil het daar liefst niet over hebben. Ja? Waar ik het wel over wil hebben, is die eerste slide, impact. Ja? Als we even teruggaan naar daar, dan kun je de vraag stellen, kan jacht überhaupt een impact maken? Zowel economisch als ecologisch. Dat is de vraag die gesteld moet worden. En als dat kan, willen we dat ook. Willen we met jacht effectief een impact maken? Ja? En daar moeten we eens goed over nadenken. En in wat nu komt, daar is nog weinig wetenschappelijk achter. Dat is heel theoretisch, maar ik ga het proberen zo gericht mogelijk, zo praktijk mogelijk te brengen. Dit is filosofie. Ja? In principe kan je ervan uitgaan dat je impact maakt door een aantal interventies uit te voeren. En naarmate die interventies efficiënter zijn, gaat je impact groeien. Hoe minder impact je wil, ja, dus hoe minder actief je moet gaan doen, of hoe minder doeltreffend je moet gaan werken. Doeltreffend is iets wat jagers ongetwijfeld moeten begrijpen. Ja. Doelgericht is iets anders. Ja. We willen doeltreffend zijn als we het over efficiëntie hebben. Ja.
Je zou die continue, ja, die matrix eigenlijk in vier hoeken kunnen verdelen. En van daaruit kan je vertrekken. De assumptie hierbij is dat we actief mogen ingrijpen, dat dat verantwoord is. En zoals ik de matrix uitgewerkt heb, gaat die ook over ingrijpen op populaties. Ja. Wegnemen, reduceren, als je wil. Maar je zou net dezelfde matrix kunnen maken voor het stimuleren van bepaalde populaties. Ja. Ik denk dat er namiddag mensen zijn die ongetwijfeld vanuit die kant ook wel een bijdrage kunnen leveren. Ja. Als ik dan jacht bekijk als hobby, voor mij zit dat rechtsboven. Wij lopen graag in de natuur rond. En het gezelschap en de activiteit en de apprechas zijn minstens even belangrijk dan de opvang van de tableau. Dus het hoeft niet allemaal hyper-efficiënt te zijn. Het moet vooral actief en gezellig zijn. Dat is een heel belangrijke factor. Ja? Belangrijkste doelstelling is de populatie niet kwetsen. Daartegenover staat ongeveer conservatie. Ja. Waarin je zegt van kijk, ik wil met een minimale verstoring een maximaal effect bereiken. Ja. En dan wil ik alleen maar specifieke problemen gaan aanpakken, zonder een aantal andere populaties of biotopen te gaan verstoren. Ja. Dat vraagt filosofen om een totaal andere mindset. Ja. We gaan hier zo weinig mogelijk rondwandelen. Zo gericht mogelijk dat dier aanspreken. Ja, verwijderen, ja, zonder liefst impact te hebben op elk ander dier wat er rondloopt. Ja. En als we dat doen, dan doen we dat niet om ergens te oogsten, maar dan doen we dat eigenlijk nog meer om de andere dieren of het biotoop op zich zoveel mogelijk te vrijwaren van schade door die ene soort. Je kan hier, als je wil, linksboven jacht, de klassieke manier, filosofie, bekijken. Rechtsonder onder conservatie kan je heel goed bestrijding plaatsen, denk ik. Ja. Maar het gaat verder als dat. Dat zijn ook de twee dingen. En het gevaar is, dat is de reden waarom ik vandaag hierop focus, is wettelijk gezien zijn jacht en bestrijding twee verschillende dingen. Maar ook deontologisch zijn dat twee heel verschillende dingen. En ik denk dat we daar als jachtsector nog wel een evolutie kunnen maken. Natuurlijk, als ik vier hokken maak, dan moet ik in elk hok iets steken. Ja, en dan wordt het moeilijk. Frederik gaat mij ongetwijfeld aanvullen. Als je er gewoon uit weg blijft, dan krijg je aangroei. Ja. Je doet niks. Ja, en wat je doet, hoeft ook nog eens niet efficiënt te zijn. Normaal gezien krijg je dan een aangroei van een populatie. Ja. En dan zitten we rechtsboven, en dat is eigenlijk de hoek waar quasi niemand wil zitten en waar ook heel weinig kadering voor is. En dan denk ik aan professionals. Ja. Als je met heel veel interventies moet gaan werken, die echt ook nog eens heel efficiënt moet zijn, dan moeten we ons de vraag stellen of dat kan in een hobbykader. Ja. En ik zeg het, dat is de hoek waarin in België of in Vlaanderen heel weinig wettelijke kadering voor is en misschien ook niet echt een vraag naar is. Ik denk dan aan twee dingen. Als ik vanuit jachtzijde die hoek binnen wandel, dan denk ik bijvoorbeeld aan agroforestry. Voor wie dat niet zegt, is een vorm van landbouw waarin je verschillende teelten of ja, zowel landbouwteelten als veeteelten probeert te combineren op hetzelfde domein. Dat kan dus ook een combinatie zeg maar, van hoogstamfruit met daaronder losloopkippen, uitloopkippen, dergelijke soort toestanden. We kunnen ons de vraag stellen of daar mogelijkheden weggelegd zijn voor jacht. Langs de andere kant, als ik vanuit conservatie die hoek van de professionals binnenwandel, dan kom ik aan het professioneel wildlife management. Ook dat is iets wat in Vlaanderen nog in zijn kinderschoenen staat. We hebben wel wildlife rescue. Dat hebben we al langer, ja. Maar wildlife management is nog iets anders. Goed. Maar ik zeg het, dat zijn de grenzen van het model volgens mij. Ik hoop dat iedereen nog mee is. Er zijn nog geen mensen die weglopen, dat is al goed. Maar ik vraag hier een beetje verdieping op wat we eigenlijk al allemaal weten. Ja. Ik ga er een paar voorbeelden bij geven. Ja. Als ik aan jacht denk, dan denk ik bij voorkeur aan reewild. Ja. Ik denk dat er geen enkele jager is die het erg vindt om 10 avonden op een toren te moeten gaan zitten om toch één ree te kunnen strekken. We genieten daar ten volle van. En ook als we met een lege koffer naar huis gaan, dan hebben we ons goed geamuseerd. Ja. Het verhaal wat er nadien verteld wordt, is misschien minstens even belangrijk dan het stuk wat geschoten wordt. Ja. Dit is amusement, dit is hobby. Dit heeft ook op veel meer betrekking dan alleen maar het strekken van een ree. We zijn ook heel selectief in wat we schieten. We gaan niet eerst de beste ree schieten. We kunnen gerust een ree laten lopen. Daartegenover staat bijvoorbeeld ganzenbeheer.
waarin je merkt dat klassieke jachttechnieken kunnen bijdragen, ja, maar waar ernaast ook in de wet een heel aantal andere mogelijkheden voorzien zijn om heel specifiek in te grijpen op ganzenpopulaties en wanneer dat in natuurgebied moet gebeuren in plaats van een landbouwgebied, wordt nog belangrijker dat er heel efficiënt opgetreden kan worden. En voor iedereen die de twee vormen kent, die zal duidelijk het onderscheid in de aanpak tussen die twee activiteiten wel heel goed kennen. Linksonder heb ik een foto van een haas gezet, omdat ik denk dat ook in een Limburgse context dat een dier is waar we heel voorzichtig mee moeten zijn. Ik ken heel wat jachten waar men zegt van kijk, dit jaar jagen we geen haas. Ja. Of we doen één jachtdag op de haas, of zelfs iedereen mag één keer op een haas schieten. Ja. Eén keer op een haas schieten, maar of het erop is of er langs is, je hebt uw keer geschoten. Ja. Dus daar willen we effectief gaan naar minimale interventie. En efficiëntie is zelfs totaal niet meer aan de orde. Eén schot, dat is het. Rechtsboven, maar opnieuw, hier is in Vlaanderen geen kader voor, dus dan moeten we internationaal gaan kijken. Ik haal voorbeelden aan uit het Verenigd Koninkrijk of uit Frankrijk. Bijvoorbeeld waar farming met fazanten perfect nog mogelijk is in estates en zo verder. Ja. Ik zal daar straks meer over zeggen, maar zoals eerder al aangehaald, hier is in Vlaanderen geen wettelijk kader voor. Maar in het kader van een deontologie kon ik het ook moeilijk weglaten. Net. Als we zo'n deontologisch model hebben, dan moeten we in de eerste plaats ook nadenken van stel dat we dat fout aanpakken, wat zijn de consequenties van onze daden dan? En dat is ook iets waarvan ik niet weet of daar in jacht al heel formeel over nagedacht is. Dus ik ga diezelfde oefening maken. Als we het over jacht hebben, ja, en we nemen dat fout aan, we gaan te veel interveneren, ja, dan gaat uw populatie afnemen. Als we met jacht gaan verschuiven op gebied van efficiëntie, ja, we gaan veel doeltreffender te werk gaan. We gaan technieken aannemen die veel meer opbrengst genereren met veel minder inspanning, dan is de fun er ook rap af. Dan verdwijnt het hobbygehalte. Dan is met één keer, met één outing, de opbrengst binnen en dan moet je voor de rest buiten blijven zitten. Dus ik weet niet of we dat willen. Als je naar conservatie denkt en je pakt dat niet goed aan, ja, als je niet efficiënt genoeg bent, is daar het grootste risico. Wel, dan ga je geen effect bereiken. Ja. En als je te veel interventies doet, dan ga je een ontzettend effect van verstoring krijgen op al die andere natuurwaarden. En dat wil je ook niet. De kern van de zaak hier is eigenlijk, in één zin samengevat, wie jaagt met de principes van bestrijding, die doet zijn eigen jacht dood. Maar wie bestrijdt met de principes van jacht, die zal de problemen nooit opgelost krijgen. En ik denk dat in Jagen Vlaanderen daarover nog wel heel veel onduidelijkheid is. Ik denk dat we nog heel vaak bestrijden, bijvoorbeeld met jachtprincipes. Ja. De fun factor is daar een belangrijke rol, maar daar zijn dingen waar we over moeten nadenken. Als je aangroei laat gebeuren waar dat niet gewenst is, dan krijg je wildgroei. En dan kunnen we er ergens nog altijd van uitgaan dat de natuur zichzelf wel zal regelen. En wellicht is dat ook zo op termijn, maar de vraag is gepaardgaande met welke collateral damage. Ja? Zowel economisch als ecologisch. Dat zijn vragen die we ons moeten stellen. Dus, en bovenaan die agroforestry, wel, als we effectief willen gaan naar een soort industriële wildteelt, als je het zo wilt noemen, dan denk ik dat er ook een heel goede veterinaire controle en een heel goed wettelijk systeem op moet zijn. Anders riskeer je ziektes in de populatie en daarnaast ook weer een enorme ecologische schade. Dus voor elk van die modellen is iets te zeggen, maar voor elk van die modellen moet je ook heel goed bewaken dat je ze correct kan uitvoeren, omdat de keerzijde van de medaille een enorme impact kan hebben. Kort samengevat, als je jacht verkeerd aanpakt, doe je de jacht dood. Gedaan met spelen, hobby gedaan. Als het in die andere drie fout loopt, dan riskeer je enorme economische en ecologische schade. En eigenlijk willen we in geen van die situaties terechtkomen. Goed. En dan is er deze. En daar zijn we vandaag toch een beetje voor naar hier gekomen. Impact wil ook zeggen keuzes maken. En opnieuw, kunnen we keuzes maken? Kunnen we impact garanderen? Ja. En willen we dat? Ja. Als ik deze in een jachtcontext tegenkom en ik krijg dit plaatje voor mij, ja, dan gaat mijn jagershart bloeden. Ja.
En dan ga ik letterlijk zeggen, dat voorste dier is duidelijk een zeug die ook aan het lacteren is, zoals dat dan heet. Die melk geeft aan haar biggen. Die ga ik niet schieten. In mijn hart kan ik dat niet. Ethisch krijg ik dat niet verantwoord. Ja? Die kleine dingen die daar rondlopen, dat knuffelgehalte is veel te hoog. En als ik daar een punt 30.06 op afvuur, dan schiet er ook niks van over. Dus dat doe ik ook niet. Ja? Ik kan in dit geval enkel hopen dat die zeug een paar meter naar voren wandelt en dat dier wat erachter staat stil blijft staan. Als dat een overloper is of een beer blijft te zijn, dan kan ik een wijdelijk schot plaatsen, zoals dat in wettelijke termen heet. Als ik in de huidige omstandigheden schiet, dan geef ik die een slecht schot en dat wil ik ook niet. Ja? Dat zou de enigste optie zijn als we dit vanuit het standpunt van jacht bekijken. Ja? Als we daarentegen dit beeld voor ons krijgen, op een locatie waarvan we zeggen, hier zouden best geen everzwijnen zitten, omwille van schadegevoeligheid, impact, enzovoort. Ja. Dan zou de meest efficiënte manier wellicht zijn om die zeug te schieten. Met de onmiddellijke consequentie dat ik mij daarna moet richten op het elimineren van die biggen. Ja. Wat op zich ook heel erg moeilijk is. Ja. En dan plaats ik jacht- en bestrijdingsprincipes heel recht tegenover elkaar. Met alle moeilijkheden die dat genereert en waarvoor ik ook alle respect heb. Ja. Maar zo scherp zouden we het eigenlijk kunnen trekken. Kortom, als ik dat toepas op dat schema. In jachttermen geldt over het algemeen het idee, schiet geen leidende zeug. Ja. En in het kader van een populatie niet kwetsen, is dat een perfecte redenering. Ja. Als ik denk aan bestrijding, dan moet ik een stukje meer efficiënt kunnen gaan werken. Ja. Dan zijn er dingen als nachtjacht onder bijzondere bejaging. Dan kunnen drukjachten helpen, maar er zijn ook kooivallen die kunnen dienen. Regionale monitoring, grensoverschrijdend, veel groter dan één enkel jachtveld, wordt dan heel belangrijk. En dan moeten we ook overwegen om een aantal zeugen te gaan elimineren. Ja. Anders wordt het heel erg moeilijk om een populatie naar beneden te krijgen. Hoe groot is die nood? Wel, ik weet niet wie deze al gezien heeft. Je kan ze bezichtigen op de website van INBO. We zijn op een jaar tijd in Vlaanderen van 2300 naar 3300 everzwijnen in afschot gegaan. En over dat laatste jaar wil ik nog in het midden laten. Of dat extra afschot gaat verklaren dat de populatie nu drastisch naar beneden is. Ja. Of niet, dat zal pas volgend jaar duidelijk zijn. Ja. Maar als we toch zeker kijken tot 2020, dan zien we toch wel een enorme explosie. Ja. En dan denk ik ook dat met de huidige jachtmogelijkheden, maar ook jachtinstelling, de grenzen van het model bereikt zijn. Ja. En dat is een bezorgdheid. Ja. Laten we er alsjeblieft van uitgaan, ja, dat we niet op een industriële manier met everzwijnen gaan spelen. Ja. Nog maar 2-3 weken geleden is er een mol Balen hebben een paar everzwijnen die ergens als huisdier gehouden geweest zijn voor heel wat commotie veroorzaakt. Dus laten we daar alstublieft niet aan beginnen. Maar langs de andere kant zien we wel dat sinds een paar jaar er al behoorlijk wat professionele ondersteuning in het leven geroepen is. We hebben recent de everzwijncoördinator erbij gekregen. Het ontstaan van de faunabeheerzones waarbij professionals betrokken zijn. Het Rebo-team wat opgericht is om alle actoren te gaan ondersteunen, zijn er al. Met beroepsjagers werken we in Vlaanderen nog niet. Maar als we morgen in Vlaanderen varkenspest krijgen, dan denk ik dat een Waals scenario letterlijk om de hoek staat te loeren. Ja? En ik denk dat dat het laatste is waar we naartoe willen met alle partijen in Vlaanderen. Ja? Dus everzwijnen, denk ik, tasten echt wel de grenzen van dit model af. Maar in mijn opinie ook, weet ik niet hoe ver we nog verder kunnen met de huidige maatregelen, maar ook de visie in jacht op everzwijnbeheer. Goed. Ik denk dat we heel goed moeten nadenken, wat is de doelstelling? Ja. Is dat een populatie niet kwetsen? Is dat een populatie laten toenemen? Of is dat een populatie terugdringen? En dat we in functie daarvan het doel, de middelen en de deontologie heel goed aan elkaar moeten koppelen. Als jager, of als jacht of jachtwereld, is daar zeker nog groeimarge, denk ik. Dit hoort niet meer echt tot het model thuis, maar vermits de term genoemd is en dit een studiedag is, wil ik het toch ook even benoemen. Kan jacht een onderdeel zijn van agroforestry? Op het moment dat de landbouw
met de nieuwe stikstofwetgeving nog maar eens een slag krijgt en op hetzelfde moment dat de graanschuur van Europa in brand staat, denk ik, is het heel belangrijk om na te denken hoe kunnen we landbouw in Vlaanderen een plaats en een duurzaam karakter geven. Dat is ook het moment om vanuit de jachtsector na te denken welke rol kunnen wij daarin spelen. Voordelen van dit model is dat je heel zeker een economisch model hebt. Een economische structuur hebt waarin je het kan kaderen. Agroforestry kan zeker kaderen in duurzame landbouw. En het kan ook een link leggen naar cultuur en recreatie. Dus het heeft heel wat troeven waar we over kunnen nadenken. Een paar andere dingen die wat moeilijker zijn, is de vraag van, is er in Vlaanderen überhaupt ruimte om dit soort dingen te gaan doen? We leven niet in Frankrijk of in Engeland of in Hongarije, waar toch wel wat meer landbouwbiotoop is dan hier. En een ander probleem waar we heel veel mee geconfronteerd worden, is rendabiliteit van bio, zeg maar, en de vermarkting van wild. Als jager moeten we ons denk ik nog een extra vraag stellen, en wat is de impact van dit soort activiteiten op biodiversiteit? Ik denk als we naar buitenlandse modellen kijken, dat we zien dat dit soort activiteiten zeker een impact kan hebben op een aantal andere niet-jachtsoorten. Zowel zeg maar elk soort weidevogeltje wat van het graan mee profiteert, als ook heel wat predatoren die ik hier in Vlaanderen niet meer zie, maar die ook een fazantje meepikken. Ja. Dus er zijn heel wat impact in positieve zin naar biodiversiteit van dit model. Anderzijds denk ik ook dat dit model ook dient om vooral opportunisten te voederen en een aantal exoten kan aantrekken. Dus als het over biodiversiteit gaat, over dit model, weet ik het zo niet. Het is een balans, een oefening op zich, denk ik, om te kijken wat we hier nu als positief effect van hebben naar natuur toe en wat een belasting is voor de natuur. Ja. Maar het is zeker de moeite om daarover blijven na te denken. Ook in het belang van de landbouw. Aan de andere kant van het model staat de grens van professioneel wildlife management. En ik weet ook niet of dat professioneel moet zijn, maar ik zie hier wel heel wat groeimarge. Ik zie hier heel wat groeimarge, ook voor de hobbyjager die zijn hobby wat wil verleggen. Wat we in wildlife management zien, en dan heb ik het niet alleen over de wildsoorten, maar dan heb ik het letterlijk het inschakelen van de kennis en de vaardigheden die jagers hebben in natuurmanagement. Ja. Daar liggen opportuniteiten. Ja. En die zijn ook echt nodig. Ja. Voordeel hier is dat je een sterk ecologisch karakter hebt. Ja. Belangrijk is wel dat alles goed gedocumenteerd wordt. Ja. Veel meer, denk ik nog, dan dat we dat in de klassieke jacht doen, ga je hier moeten registreren, monitoren, zowel van wat er rondloopt, wat er beweegt en waarmee je bezig bent en wat dat opbrengt. Ja. Je gaat het moeten hebben van samenwerking en in die samenwerking ga je als jager moeten aanvaarden dat je geen regiefunctie hebt, maar dat je uitvoerend werk doet zoals dat opgedragen wordt door de eigenaar of de beheerder van de locatie waar het gegeven zich afspeelt. Ja. Wat je ook gaat merken is dat je meer gaat moeten richten tot specifieke soorten. Het zal hier niet over hazen en fazanten gaan. Het zal hier heel wat over exoten gaan en over schadesoorten gaan. Ja. En om dat werk goed te kunnen doen, en dan wil ik nog eens herhalen, zowel efficiënt als met minimale inspanning en weinig verstoring, is het nodig dat heel wat jagers dan toch wel wat extra kennis en vaardigheden opdoen in het gebruik van specifieke middelen. Ik denk aan een aantal inloopkooien, je ziet er hier zo eentje staan, die gemaakt is voor beverrat. Maar ook naar luchtdruk en zo verder. De foto van de nijlgans is met name ergens waar nijlganzen een actie op geweest is in broedgebied, waar er dus heel bewust voor gekozen werd om niet met een apporteerhond te werken. Ja? Maar letterlijk iemand met een kano heel voorzichtig het water in te sturen. Ja? Dus er zijn wel wat wijzigingen nodig in de mentaliteit. Dit staat heel ver af van het recreatieve, gezellige onderrondje waarmee we gaan wandelen en de opbrengst die belangrijk is. Nee, dit kan ook een heel gezellig onderrondje zijn, maar wel een heel ander kader. Ja? De vraag is maar of hiervoor in Vlaanderen een economisch kader is. Ja? Maar moesten we met een aantal jagers tot een samenwerking kunnen komen met een aantal andere partijen die in de natuur actief zijn, dan wint alleen de natuur daarbij. En zeker in het kader van Everzwijn is dat een belangrijke. Dan ben ik er ongeveer uit, want ik kan hier heel mooie filosofieën hebben, maar in welke mate past zoiets in een wettelijk kader? Ik denk dat dat geen probleem is. Ja? Wat we vandaag zien,
is dat jagers zich heel erg oriënteren of heel erg gaan nog steeds voor de gewone jacht en de bijzondere jacht. En weinig georiënteerd zijn op die andere dingen. Ja, we doen dat wel. We vragen effectief wel bestrijding aan van een aantal soorten. Maar de filosofie die dan vaak gehanteerd wordt, leunt toch nog heel sterk aan met de filosofie die we onder jagen hanteren. Het gezellige en zo verder. Dus dat andere kan. Wetgeving laat dat toe. Maar ik denk dat we ook daar ons bewust van moeten zijn dat naar een ander wetgevend kader stappen ook ergens een deontologische switch met zich meebrengt. En met name daar is de groeimarge te maken, denk ik. En ik denk als we die goed maken, dat er ook heel veel deuren kunnen opengaan. How to bridge the gap? Dat is dan de vraag. Hoe doen we dat? Ja. Wel, kijk, eerst en vooral... Komt in orde. Doe mij op tijd tekenen als er een probleem is. Als ik te veel begin te babbelen. Eerst en vooral bruggen bouwen, denk ik. En dan eerst en vooral intern, binnen de jachtwereld. Als ik kijk naar de toppen, dan bedoel ik niet alleen de top van HVV. Ik bedoel evenzeer de provinciale afdelingen, maar evenzeer de mensen die betrokken zijn met de organisatie van WBE's, de WBE-besturen. Daar is heel wat professionalisering aanwezig. Ja. Daar wordt heel wat gewerkt met kaartmateriaal. Daar wordt heel wat gewerkt met apps, met gegevens en zo verder. Daar worden beheerplannen opgemaakt. Ja. We zien dat daar ook af en toe gekozen wordt voor echt strategische positionering. En die is ook belangrijk, maar we moeten daar anderzijds ook heel voorzichtig mee zijn, denk ik. Want voor niet-jagend Vlaanderen kunnen we daar soms op heel veel onbegrip rekenen. En dat is echt wel een uitdaging. Ja. Als ik kijk naar de basis, ja, de jager in het veld, ja, dan zie ik dat er heel veel veldkennis aanwezig is. Zowel over wild als over andere soorten. Ja. Maar dat heel veel van die mensen nog steeds heel uitvoerend gericht zijn. En ondanks alle inspanningen die er geleverd zijn, en die voor een stuk ook wel gerealiseerd zijn door de oprichting van WBE's, merk je dat er op heel veel plaatsen een heel erg gesloten karakter blijft leven onder jagers. Een streven naar een sterkere verbondenheid door alle echelons uit, enerzijds, maar anderzijds ook met de buurjager, is zeker een werkpunt. Maar zeker voor de laatste heb ik heel goede hoop. Als ik naar de jonge generatie jagers kijk, daar is openheid en daar ben ik heel blij mee. Bruggen bouwen moet ook gebeuren tussen stakeholders, denk ik. Ik herinner mij de jaren 80 toen ik als knaapje van een jaar of 10 mee ging jagen met vader en grootvader. Ik herinner mij de ruzies aan de beek, elk jaar opnieuw, de discussies over of een bepaald stuk land nu tot jachtgebied A of jachtgebied B behoorden. En elk jaar opnieuw werden plannen hertekend en nog eens hertekend en nog eens hertekend. En dat heeft geleid tot vetes die, ja, om maar te zeggen, ik ben al ooit verweten een schuldige te zijn voor dingen die mijn grootvader ooit gedaan heeft. Zo geraken we er niet. Ja. Vandaag zie ik diezelfde situaties veel minder tussen jagers en dat is de verdienste van de WBE's. Gelukkig. Ja. Wat ik wel zie, zijn verschillen en discussies over grenzen aan de rand van de WBE of aan ingekleurd en uitgekleurd gebied of aan de rand van A en B-gebied of natuurpuntgebied. Ja. En eigenlijk is dat heel vreemd. Ja. Dieren kennen die grenzen niet. Of het nu over overheidsgebieden gaat, WBE-gebieden of natuurpuntgebieden, die drie organisaties maken alle drie beheerplannen op. Vandaag stopt dat beheer aan de grenzen van dat gebied. En dat dier stopt niet aan de grenzen van het gebied. De foto die je hier ziet, is letterlijk een omheining aan de rand van zo'n gebied, zonder te definiëren van welke partij, en waar je heel mooi ziet hoe everzwijnen daarover denken. Ja? En daar is de winst te maken. Ja? Dieren stoppen niet aan onze grenzen. Ja? Ik ben echt vragende partij, en ik ben blij ook dat er hier daarvoor mensen zijn met verschillende achtergronden voor grensoverschrijdende projecten. En die grenzen mag je zowel letterlijk als figuurlijk nemen. Ja. Ik denk in de eerste plaats aan subsidiering. En ergens hoop ik stiekem dat Suhal achter die camera meekijkt. We zijn de voorbije 5 à 10 jaar al wat verschoven, denk ik, van basissubsidies naar projectsubsidies. We kunnen langs één kant daar heel ongelukkig over zijn, omdat het misschien niet naar de juiste projecten gaat. Maar basissubsidies werden ook niet altijd goed aangewend. Ja. Voor mij is dat een positieve evolutie. Wat ik wel graag zou zien gebeuren, is dat er bij het uitkeren van subsidies voorrang gegeven wordt aan multidisciplinaire projecten. Projecten waarvan verwacht wordt dat ze niet vanuit één partij ingediend worden, maar dat ze ingediend worden in gezamenlijk overleg, ja,
of met gezamenlijke activiteiten van meerdere partijen. Ik denk dat dat ons echt wel bij elkaar kan brengen. Dus Frederik, het wordt hoog tijd dat we eens gaan babbelen. Goed, ben ook blij dat je hier bent. Opleiding en certificatie, als je de vorige controversieel vindt, dan deze zeker. Van mij mag het jachtexamen eenvoudiger en zeker wat de theorie betreft. Ik denk dat daar een aantal factoren, zeker over jachtorganisatie, in zitten die er voor mij niet in moeten zitten. Ja. Qua veiligheid wil ik geen toegeving doen. Qua praktijk wil ik geen toegeving doen. Ja. Maar het jachtadministratiebesluit tot in de details gaan kennen voor iemand die een paar keer ergens uitgenodigd wil worden, gaat toch wel heel ver. Ja. Dus we zien ook dat er los van dat jachtopleiding al een aantal andere opleidingen zijn die heel zinvol kunnen zijn. Ik denk aan de gekwalificeerd persoon, maar er zijn ook andere opleidingen in het natuurwezen die heel zinvol kunnen zijn voor een jager. Ja. Ik ben eigenlijk vragende partij of we er niet over zouden nadenken om een jachtverlof type 2 op te richten. Wat niet zozeer meer gericht is op de uitvoering van de jacht, maar meer op de organisatie van de jacht. En ik zie Geert heel bedenkelijk kijken en terecht. Voor mij moet niet elke jager dat tweede niveau halen. Maar wie met jachtorganisatie op WBE-niveau bijvoorbeeld actief wil zijn, daarvoor zou het heel goed zijn dat hij over natuurmanagement wat extra kaas gegeten heeft. En ik zou eigenlijk willen pleiten dat we daar geen jachtcursus van maken, maar dat we daar een conservatorcursus van maken. En ik heb met opzet hier het woord conservator gekozen, omdat er die andere natuurpartij is waar zo iemand een conservator heet. Ja? En ik denk ook dat het voor die mensen heel zinvol is dat die niet naar cursussen gaan die door de eigen organisatie georganiseerd worden, maar dat die een officieel erkend diploma krijgen. En plaats alsjeblieft mensen die betrokken zijn in de organisatie van jacht en mensen die betrokken zijn in de organisatie van natuur in dezelfde cursus. Leer ze elkaar kennen. Dan leren ze elkaar ook meer respecteren. Onbekend maakt onbemind en dit kan effectief wat bruggen bouwen. Last but not least, en dit is een heel ander soort bruggen bouwen, we moeten echt iets gaan doen aan vermarkting. Ik weet dat daar heel veel inspanning voor geleverd wordt, maar ook dat probleem hebben we nog niet opgelost. Goed. De eerste toespraak moet altijd leiden tot wat controverse, zodanig dat je de rest van de dag ook iets hebt om over na te denken en te discussiëren. Anders stoppen we hier en dat is geen idee. Maar het kan werken. Ik heb een paar voorbeelden die ik jullie ga halen. Multidisciplinariteit kan perfect in natuurgebied. Ja. Er zijn projecten, met name die een stukje hier in het huis van PXL zitten, zelfs rond stierkikkers, waarin mensen met een jachtverlof een extra bijdrage leveren. Ja. Aan het bestrijden van die stierkikkers, omdat ze ook geschoten kunnen worden met luchtdruk. Ja? Dus daar is een meerwaarde. Met name de juvenielen, ja? Die verlaten hun vijver niet zo gemakkelijker. Ja? Die adulten die kun je gemakkelijker afvangen met fuiken en zo verder. Daar kunnen natuurorganisaties heel goed mee weg. Maar die juvenielen, als die op hun vijver blijven zitten, heb je een ander probleem. Goed? Dus daar kan een meerbijdrage geleverd worden. Het tweede, ja, aan dit vissen gaan wij als jager natuurlijk niet. We zijn geen vissers, we zijn jagers, laat dat duidelijk zijn. Maar wat je ziet is de grote modderkruiper. Ja. Het is een ernstig bedreigd visje wat hier in het Limburgse leeft. En waar jagers effectief al bijdrages geleverd hebben in het kader van de bestrijding van ganzen. Omdat in datzelfde gebied hopen ganzen zitten die voor onnoemelijke eutrofiering zorgen. En als je een erg waterachtig, modderachtig gebied hebt waar dit visje moet zijn, dan moet je daar absoluut geen eutrofiering hebben. Ja. Maar de context, zoals je wel hoort, is totaal anders dan we gaan even ganzen schieten. Ja. Last but not least zijn die everzwijnen opnieuw. Naast schade aan wagens, schade aan velden, schade aan tuinen, zijn er in Limburg ook al wel wat natuurinvesteringen grandioos omgebouwd door deze lieve dieren. Ja. En ook daar zien we, denk ik, ondertussen wel een aantal successen in samenwerking tussen alle betrokken actoren, maar daar is ook zeker nog room voor improvement en ik ben er heilig van overtuigd, multidisciplinariteit werkt. Ja. In natuurgebied, maar ook in landbouwgebied. Als we het natuurgebied willen intrekken als jager, dan moeten we denk ik ook in onze meer eigen habitat beginnen nadenken in welke mate kunnen we daar meer aan conservatie gaan doen. Er is heel veel te doen rond Patrijs. Ik ga er vandaag niet op ingaan. Ja. Ik ga één voorbeeldje geven. Er zijn subsidies te krijgen via de VLM, zowel voor Patrijs, voor grauwe kiekendief, als voor hamster. Ja. Niet alle projecten zijn even
succesvol. Ja. Maar ergens kunt je de vraag stellen, voor welke subsidies ga ik eerst kiezen? Diegene die het meeste economische impact hebben? Of diegene die voor mij als persoon de meeste economische impact hebben? En ik vraag mij oprecht af waarom dat subsidies moeten zijn die zich oriënteren op één dier en niet eerder op een ecosysteem. Ja. Voor die laatste weet ik het niet, daar zal ik zelfs iets over zeggen. Maar als je naar die eerste twee kijkt, die biotopen moeten niet zo verschillend zijn, integendeel zelf. Ja. Maar je kunt je de vraag stellen, als we vandaag subsidies geven voor aanplant van biotoop voor patrijs of voor grauwe kikkerdief, als de ruimte het toelaat, is het dan niet verstandiger om niet één zaaimengsel te gebruiken voor één soort, maar het perceel in twee te delen en met elk de helft te doen. Daar gaat je alleen maar opnieuw bruggen mee bouwen. Ja. Ik heb gezegd, voor die rechtse weet ik het zo niet. Ja. Het is geen totaal succes, zeg maar, die hamster. Maar ik hoor wel van jagers die in dat gebied actief zijn, zeggen van, voor de hamster is het misschien jammer dat het niet helemaal zal lukken. Maar het project heeft wel een fantastisch biotoop opgeleverd. En dat wil zeggen dat heel wat nevensoorten, jachtgerelateerd of niet jachtgerelateerd, ook een graantje meepikken van investeringen in één dier. En dat bewijst voor mij nogmaals dat investeringen in één dier goed zijn, maar investeringen in een groep dieren of in een ecosysteem veel waardevoller zijn. Zowel vanuit ecologisch standpunt als wat het voor ons als mensen of als groeperingen kan teweegbrengen. Dat gezegd zijnde ben ik er ver door. En dan wil ik mij nog verontschuldigen voor al diegenen hier aanwezig of achter de camera. Want ik heb een aantal groepen niet toegesproken. Het model wat ik geprobeerd heb te brengen, kun je ongetwijfeld ook toepassen op het stimuleren in plaats van het wegnemen van een aantal dieren of biologische activiteiten. Kan vast wel, ik ben daarvan overtuigd. Misschien moeten we dat volgende keer doen. Ik kom uit de gezondheidszorg. Daar proberen we samen te werken. Ik kan me geen situatie voorstellen waarin een verpleegkundige tegen een arts zegt of omgekeerd, als het zo zit, trek er uw plan mee. Ja. Van het moment dat ik het over jacht en natuur begin te hebben, ja, is er een heel grote behoefte bij alle groepen om vooral het eigen gelijk te bewijzen. Ja. In plaats van te zoeken naar de oplossing. Want als iemand de oplossing had, dan hadden we vandaag geen hopen schade rond de everzwijnen. En vermits dit een eerste studiedag is, wil ik ook hier even op focussen. Mensen, open your eyes, yeah, but even more important, open your mind. Probeer te luisteren voor je spreekt. En probeer oplossingsgericht te denken in plaats van de eigen gelijk verder te onderbouwen. Voilà. Daarmee wens ik u allemaal nog een heel prettige studiedag. Ik hoop dat ik iets heb kunnen bijdragen. En voel u vrij om dat ook helemaal af te schieten, maar liefst heel goed geargumenteerd. Dank u wel.